We kwamen vannacht thuis, toen parkeerden we voor de deur en toen we naar de linkerkant van de auto kwam er iemand aan met een pistool. Die riep je tas, je tas. En de rechterkant van de auto riep iemand je tas. Ik zit tegen hem aan, laten we die tas maar geven. Hij zei, we geven niks. Een overval dus, zegt Jan Otte. Zijn beveiliger Wijnand is alleen niet van plan om spullen mee te geven aan de daders. Dus hij springt eruit. Hij duwt mijn huis in om de politie te roepen. En dan is hij naar binnen en is je gevecht. Op een gegeven moment zegt hij, na een paar minuten, doe maar open, ik ben het. Ze hebben me geraakt in mijn dij. Wat er buiten precies gebeurt, dat weet Otte niet. Wel heeft hij meerdere schoten gehoord. Wijnand is één keer geraakt. Hoe is het met hem? Die ligt naar het AMC. Zielig voor het AMC, want hij vreet is te kaleren. Ja, weet je, maar hij moet nuchter zijn, want hij wordt zo geopereerd. De twee daders vluchten op een scooter. De politie vindt even verderop in de Hilversumstraat een soortgelijke scooter. Die is meegenomen voor sporenonderzoek. Hoe gaat het nu met u? Je moet wel kalm blijven. Dat kan gewoon gebeuren natuurlijk. Hè. Hebben ze iets meegenomen? Ja, ze hebben mijn broeken meegenomen. Op de achterbank lagen drie broeken van mij en die waren korter gemaakt. En dus toen trokken ze open en hebben ze die tas hebben ze gepakt. Dus ze moesten toch een tas hebben. Dus die hebben ze meegenomen. Ja. Nou, dat is nog niet zo heel erg. Nee, dat is niet. Hè? Maar ik wil drie nieuwe broeken kopen. De politie doet onderzoek naar de overval. Er is nog niemand opgepakt. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.